Patty Bart heeft diep bedroefd gereageerd op het overlijden van Hans van Hemert, de oprichter van de iconische meidengroep Luf. Bart maakte deel uit van de groep in de late jaren 70 en vroege jaren 80, en er wordt zelfs gezegd dat de twee een korte tijd een persoonlijke relatie hadden. Van Hemert, die op maandag op 79-jarige leeftijd overleed, speelde een sleutelrol in haar muzikale doorbraak. Op Instagram deelde Bart haar emoties bij het trieste nieuws. Ze plaatste een foto waarop zij en Van Hemert liefdevol elkaars handen vasthouden, met een ontroerende boodschap erbij. Wat een verdrietig nieuws om te horen dat Hans van Hemert is overleden, schreef ze. Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die hij mij heeft gegeven aan het begin van mijn carrière. Zijn invloed op mijn leven is onmiskenbaar. Ze sprak verder haar medeleven uit naar Van Hemert's naaste. Ik wens zijn vrouw Willy, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Rust zacht. Hans, Bart, die inmiddels 69 jaar oud is, sloot zich in 1977 aan bij Luv, een groep die onder Van Hemert's creatieve leiding uitgroeide tot een van de meest succesvolle popgroepen in Nederland. Hits als You the Greatest Lover en Trojan Horse bezorgden de meidengroep internationale bekendheid. In 1981 besloot Bart echter solo verder te gaan, wat leidde tot het uiteenvallen van de formatie. Dit besluit zorgde voor spanningen tussen haar en Van Hemert. Wat hun relatie sindsdien ingewikkeld maakte. Desondanks bleef Brad zijn nalatenschap in de muziekindustrie waarderen. Hans van Hemert was een sleutelfiguur in de Nederlandse muziekscene, niet alleen als oprichter van Love, maar ook als songwriter en producer voor verschillende artiesten. Zijn overlijden markeert het einde van een tijdperk voor de Nederlandse popmuziek, en zijn invloed zal nog lang voelbaar blijven. Voor Patty Bart betekent het verlies van Van Hemert meer dan alleen het afscheid van een voormalige mentor en collega, het is ook een emotioneel hoofdstuk uit haar leven dat nu tot een einde is gekomen. Zijn betekenis voor de Nederlandse muziekindustrie en de impact die hij had op de carrières van artiesten zoals Bart, zijn moeilijk te overschatten. Terwijl zijn familie rouwt om zijn verlies, blijven zijn nalatenschap en de herinneringen aan zijn werk voortleven in de harten van velen.